Dit is zo'n kaart. Er is er ook een voor de Giro-rekeninghouder. Op de kaart staat een persoonlijke code die ingetoetst moet worden. Dan stuurt de automaat, als het om een bankrekening gaat, de afrekening naar Leusden. Daar staat de computer van de Bank Girocentrale en die trekt het bedrag van de rekening van de consument af. Minister Smit van Verkeer nam de eerste automaat in gebruik. Zal het apparaat ook in andere branches gebruikt worden? Ik weet dat er belangstelling bestaat bij een aantal grootwinkelbedrijven om mee te gaan doen of om soortgelijke proeven te gaan ondernemen. En we zullen moeten praten met elkaar wanneer en hoe we dat kunnen uitbreiden. De PostGiro in elk geval zal er graag aan meewerken. Wanneer kun je bij de supermarkt ook met dit systeem betalen? Technisch gesproken, weer voor de PostGiro sprekend, zou het in de loop van 86 al best kunnen. Of we het gaan doen is een zaak van nader overleg. In Leusden is de computer van 7 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds open. In die tijd kan er dus met de betaalautomaat worden afgerekend. Over een jaar bekijkt men of de betaalautomaat bevalt. Dan wordt die ingevoerd in de rest van Nederland. Ik heb vast iets fout gedaan. Wat heb je eens op de stok? Ja, op de stok.